Oké, slides, kan iedereen zien? Ja, oké. Dus vandaag ga ik het hebben over de vraag: hoe kan monetair beleid bijdragen aan een groene transitie? En wat ik ga zeggen is: enerzijds, de ECB kan veel meer doen dan het nu doet. En anderzijds, er zijn ook wel belangrijke uitdagingen, zoals daarnet al besproken. Ik denk niet dat het een goed idee is, zoals ik dat denk van het hele klimaatbeleid, dat dat afgedaan wordt als een technische kwestie van een paar experts. Ik denk dat we dat echt democratisch moeten beslissen. Dat het dus een uitdaging is om te kijken hoe ECB enerzijds echt richting kan geven aan investeringen. En dat is natuurlijk super politiek als je zegt deze sector wel, deze sector geen krediet. Maar dat dat wel gebeurt op een democratische manier. Oké, nou, ik ga eerst iets zeggen over centrale banken en wat centrale banken nou zoal doen. En dan ga ik hoe dat impact heeft op het klimaat en vervolgens het hebben over wat oplossingen. Dus allereerst centrale bank. De slide die ik al had laten zien. We komen uit de periode, zeker toen de ECB werd opgericht, begin jaren 90, waar de opvatting van wat de centrale bank zou doen, historisch echt uniek nauw is. Dus als je kijkt over honderden jaren dat er al centrale banken zijn, hebben die centrale banken allerlei functies gehad voor staten, in bijzonder financieren van oorlogen, industrieel beleid, dus echt kiezen welke sectoren je wil dat er groeien. Groot aantal landen die zich hebben weten te industrialiseren de afgelopen jaren, want hebben dat echt gedaan, deels ook door hun centrale bank. En eigenlijk in de jaren 80 ontstaat dat idee: nee, centrale bank moet zich maar op één ding richten, namelijk prijsstabiliteit. En dat doen met één instrument, namelijk de rente. En dat idee wordt vaak gerechtvaardigd met een verwijzing naar Jan Tinbergen, een Nederlandse econoom. En die heeft een heel boek geschreven waarin hij dat een beetje analytisch onderzoekt en die zegt: ja, kijk, als je één instrument hebt, dan kun je daar maar één doel mee controleren. Dat is gewoon logisch. Je kunt met één hefboom, zo gezegd, kun je de economie wel sturen. En dat gaat op allerlei dingen effect hebben, maar je kunt maar voor één ding je doel bereiken. Nou, centrale banken hebben dat heel serieus genomen en gezegd: nou, we nemen maar één doel, prijsstabiliteit, en één instrument, namelijk die rente, korte rente in bijzonder die tussen banken betaald wordt. En dat was heel lang het monetaire beleid. En dat is nog steeds wel heel belangrijk. Dus als er een persconferentie is van de ECB, dan is het eerste wat iedereen wil weten: gaan ze de rente aanpassen? Omdat die rente, dat is de prijs van geld in de economie, dat is zo'n belangrijke hefboom, dat heeft op van alles impact. Nou, met dat idee van die hele nauwe opvatting ontstaat ook een heel specifieke politieke rol van de centrale bank, namelijk het idee van een onafhankelijke centrale bank. Dus een centrale bank die niet zoals historisch vaak het geval was, toch deel is van het ministerie van Financiën, maar die daar helemaal buiten staat en dit is in het geval van de ECB vrij uitzonderlijk, helemaal niet hoeft te luisteren naar wat de politiek wil. Dat heb je historisch in Duitsland gehad, in Zwitserland, maar eigenlijk verder in de wereld voor de ECB was dat nergens zo formeel het geval. Daarnaast bij de ECB ook ligt dat vast in het verdrag. Dus er moeten iets van 80 politieke instituties door de hele EU een nieuw verdrag ratificeren. Dus om dat aan te passen is heel erg moeilijk. Nou, het derde punt wat hierbij hoort is geen coördinatie. Dus de ECB bedenkt in zijn eentje het monetaire beleid. En dat was in deze opvatting heel simpel, namelijk een rente. Op welk niveau moet die rente zijn? En dan dat ene doel, prijsstabiliteit. Nou, dat, zoals al gezegd, is om allerlei redenen moeilijker geworden. En daarom is het wel interessant om te gaan kijken naar wat er nou echt in die verdragen staat. En daar staat eigenlijk toch wel iets meer dan je zou verwachten, zowel voor de doelen als de instrumenten. Dus als je kijkt naar het mandaat van de ECB, dan staat daar dat het hoofddoel is het handhaven van prijsstabiliteit, maar onverminderd het doel van prijsstabiliteit ondersteunt de ECB ook het algemene economische beleid in de Unie om bij te dragen aan de verwezenlijking van de Europese doelstellingen en daarmee dus
ook een veel bredere set doelen. En daar staat dan in, als je daar gaat kijken, die heb ik voor mij ook nog op de slide, een hele lijst van doelstellingen van de EU. Duurzame ontwikkeling, evenwichtige economische groei, een sociale markteconomie. En dus ook bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu. Dus als we echt gaan kijken naar dat verdrag, wat helemaal vast ligt, dan is daar toch wel wat meer ruimte dan alleen die hele nauwe opvatting die begin jaren 90 voorgezien was. Dat is ook bewust. Er waren toen ook al mensen die dachten, nou, dat is misschien toch een beetje te beperkt. Laten we een beetje ruimte laten in dat verdrag. Nou, hetzelfde geldt voor de instrumenten. Dus het idee was één rente, maar wat je de afgelopen jaren vooral gezien hebt, is dat eigenlijk binnen dat verdrag niet zoveel vastgelegd is over instrumenten. En dat de centrale bank in de praktijk dus ook best wel veel keuzes kan maken in wat voor instrumenten ze vormgeven. Nou, kortlopende lening aan banken, daar zijn nu een aantal verschillende programma's voor ontwikkeld. Maar wat je dus ook gezien hebt de afgelopen paar jaar zijn de aankoopprogramma's. Dus in plaats van kredieten aan banken, het opkopen van obligaties in financiële markten. Dus staatsobligaties, Nederlandse staatsobligaties, ongeveer voor Nederland 70% van het recordtekort van 2020 is zo op de balans van de ECB opgekocht de afgelopen jaar. En daarnaast ook bedrijfsobligaties. Nou, daar gaan we het zo meer over hebben. Maar je ziet dus al dat ook in dat verdrag, hoewel dat vast ligt, toch wel ruimte is om misschien wat meer na te denken over wat je nou zou willen doen. Oké, dan nu het klimaat. Hoe kom je nou op het idee dat dit allemaal iets te maken heeft met het klimaat? Nou, de achtergrond is een gigantische economische uitdaging waar we voor staan. Dus om dat Parijsverdrag, de doelstellingen daarvan voor 2030 te halen, moet de hele economie herzien worden. En niemand weet eigenlijk op dit moment hoe dat te doen. Welke beslissingen, welke technologieën. Een heel erg moeilijke uitdaging. Maar wat je denk ik al wel grofweg kunt zeggen, zijn twee dingen. Er zijn een aantal echt achterhaalde bedrijfsmodellen. Ik denk dat Shell in het Nederlandse landschap daar echt het duidelijkste voorbeeld van is. Dat is gewoon een bedrijf dat eigenlijk geen toekomst heeft binnen de meeste mogelijke scenario's voor het halen van die beleidsdoelstellingen. Maar veel sectoren waar nu op een bepaalde manier gewerkt wordt, die we toch nodig hebben, maar die helemaal anders moeten gaan functioneren. Nou, deze week discussie rond Tata Steel. Staalproductie is extreem energieverslindend. Maar je hebt ook staal nodig, bijvoorbeeld voor windmolens. Dus het lijkt niet waarschijnlijk dat je daar op een gegeven moment helemaal zonder kan. En daar moet keuze gemaakt worden. Nou ja, discussies voor landbouw, daar zullen ook veel mensen hier in de groep bekend mee zijn. En daarnaast moeten er ook allerlei nieuwe industrieën komen. Dus energiesector uiteraard, maar ik denk ook heel belangrijk het vergroenen van huizen. 3/4 van huizen in de EU is op dit moment gewoon ver weg van hoe energie-efficiënt ze zou moeten zijn. Die moeten dus de komende jaren allemaal herdacht worden. Oké, nou, als je deze uitdaging voor je ziet, dan zijn er eigenlijk twee manieren waarop het klimaat en de banken met elkaar samenhangen. Enerzijds is het klimaat gewoon een risico voor het financiële systeem. Dus er zijn allerlei leningen die nu worden uitgegeven. Als je kijkt naar de huizen in Duitsland en België afgelopen zomer. Als je denkt aan die industrieën die gaan verdwijnen. Waar banken enorme verliezen kunnen leiden. Vele malen groter dan de verliezen uit 2008. Die dus echt een bedreiging zijn voor de stabiliteit van het financiële systeem. Maar ook andere kant op, en ik denk dat dat eigenlijk veel belangrijker is, het financiële systeem zoals het nu functioneert is een gevaar voor het klimaat. Omdat het dus die achterhaalde bedrijfsmodellen blijft financieren, meer investeringen in dingen die eigenlijk niet meer houdbaar zijn. En anderzijds is er natuurlijk ook heel veel financiering nodig om al die doelen te halen. Oké, nou, monetair beleid, dus het opkopen van obligaties, het verstrekken van leningen, heeft altijd klimaateffecten. Dus als je een economie gaat aanjagen, gaan mensen dingen doen. Die gaat energie kosten, dat gaat betaalde bedrijfsmodellen bevoordelen. En het is dus al heel bazaal niet mogelijk om monetair beleid te doen zonder dat dat klimaateffecten heeft. Nou, daarbij komt dat
op dit moment financiële markten op allerlei manieren heel ongevoelig zijn voor klimaateffecten. Dus de prijzen van financiële activa, die weerspiegelen gewoon helemaal niet die klimaatagenda. Voor een deel is dat omdat we in het algemeen geen CO2-prijzen hebben, heel weinig klimaatbeleid al gemaakt is. Dus allerlei bedrijven misschien nu nog winstgevend zijn die dat met klimaatbeleid niet meer zouden zijn. En daarnaast is er ook gewoon een informatiegebrek. Dus je denkt financiële markten, die moeten toch die toekomst anticiperen. Als die data er niet is, als je niet weet wat een bedrijf doet en hoe het produceert en hoeveel energie het gebruikt, dan kun je dat als investeerder ook helemaal niet meenemen. Nou, wat is nou het grote probleem van het monetaire beleid? Dat het zogenaamd marktneutraliteit is. In een artikel wat vorig jaar verschenen is, noemen we dat de mythe van de marktneutraliteit. Het idee dat je door de markt te volgen, marktneutraal te zijn, dat je daardoor geen politieke beslissingen maakt. Wat je in feite doet, je reproduceert, je versterkt, je volgt dat marktfalen en je versterkt dus de klimaatcrisis. Het is niet iets van, hier is de klimaatcrisis en daar is de centrale bank. En dan vragen mensen, ja, wat heeft die centrale bank nou met het klimaat te maken? Laat die centrale bank zich op hun eigen taak richten? Nee, de manier waarop ze nu een taak doen, heeft negatieve gevolgen voor het klimaat. Dat is de uitdaging. Dat zie je heel mooi in deze grafiek. Wat doet deze grafiek? Die laat zien hoe enerzijds op de x-as economische activiteit in de EU, dus hoe belangrijk is een sector voor de economie. Anderzijds op de horizontale as, hoeveel van die sector steunt de ECB nou met zijn aankoopprogramma? Dus wat je bijvoorbeeld in de rechter onderhoek ziet, de elektriciteit, gas, stoom, energiesector en daar rechterbovenhoek maakindustrie. Dat zijn industrieën die buitenproportioneel veel gesteund worden door het monetaire beleid. En die kleur rood laat zien, dit zijn heel erg energie-intensieve sectoren. Dus als je de markt volgt, dan om allerlei redenen ga je typisch voor deze industrieën obligaties kopen. Niet alle sectoren gebruiken obligaties om die te financieren. En die hebben dus het meeste voordeel van neutraal monetair beleid. Oké, dus dit is de uitdaging. We hebben gezien de centrale bank, wat de centrale bank doet en waarom de centrale bank beleid gevolgen heeft voor het klimaat. Nou, wat zijn de oplossingen? Dus dat is eigenlijk, ik hoop dat het probleem nu duidelijk is. Nu wil ik wat langer het hebben over wat nou mogelijke oplossingen zijn. Op welke manier je nou die ECB zou kunnen veranderen, zodat het veel beter de klimaatdoelstellingen van de EU, die we voor een deel ook democratisch al afgesloten hebben, ondersteund. Nou, voor een deel heeft de ECB al gezegd dat ze dat willen gaan doen. Dus dat is op dit moment een heel, heel grote verandering die afgelopen zomer door het herzien van de strategie plaatsgevonden heeft. De ECB heeft die hele manier van monetair beleid nog een keertje doorgenomen en gezegd, de ECB gaat in overeenstemming met de klimaatdoelstellingen van de EU volledig rekening houden met de gevolgen van klimaatverandering voor het monetaire beleid en de werkzaamheden van de centrale bank. En daar hebben ze ook gezegd, we gaan afscheid nemen van dat principe van marktneutraliteit. Dus, en hier heeft het Nederlandse bestuurslid Frank Eldersson, dus een van de bestuursleden van de ECB, is op dit moment een Nederlander die heel erg met dat klimaatthema bezig is, heel erg op gehamerd. En de ECB gaat nu dus op zoek naar manieren om het klimaatbeleid te vergroenen. Wat er nu ligt is eigenlijk nog helemaal geen beslissing, maar meer een proces om dat te gaan doen. En de vraag is, hoe moet dat gebeuren? Daar denk ik dat het echt belangrijk is om toch die democratische invalshoek heel serieus te nemen, zijn toch wel wat vraagtekens te stellen. Kan de ECB dat
in zijn eentje doen? En is het wenselijk als de ECB dat in zijn eentje gaat doen? Nou, zoals we net al zagen, die teksten in het verdrag, die bieden daar nogal veel ruimte voor. Dus je kunt zeggen, nou, prijsstabiliteit. Als je wil dat de prijzen, de economie van Europa zich een beetje stabiel ontwikkelt, dan moet je dit thema heel serieus nemen. Dus zelfs al dat primaire mandaat van de prijsstabiliteit, dat zegt eigenlijk al, kijk toch eens heel serieus naar dat klimaat. Daarnaast is er het secundaire mandaat, ondersteunen van de doelstelling van de EU. Nou, daar gebeurt op dit moment ook heel veel. Dus Frans Timmermans in de commissie, die is die hele agenda aan het bedenken. En ook daar kan de ECB veel ondersteunen. Dus dat is goed. Maar je vraagt je wel af, wat gaat de ECB nou precies doen en hoeveel kan het beslissen? Dat is ook iets wat Jasper eerder vandaag al noemde. Moet die ECB nou als een soort superregering gaan optreden en helemaal dat klimaatbeleid gaan bedenken? Moet het nou gaan bedenken, we willen wel op deze manier staal produceren, maar niet op die manier? Moet het nou gaan bedenken hoe we verder met de Nederlandse landbouw? Dat lijkt een heel slecht idee. In Nederland, dit zijn heel erg moeilijke politieke thema's. Nederlandse boeren met een tractor weten hun weg naar Frankfurt waarschijnlijk wel te vinden als daar zulk beleid gemaakt zou worden. En er moet ook voor die gemeenschappen gewoon mensen uit de Nederlandse politiek dat uitleggen. Nou, dus een ECB, onafhankelijk, geen democratische controle. Dat is onwenselijk en het is ook niet hun expertise. De ECB weet ook niet zoveel meer over hoe je staal produceert dan jij en ik. Daarom denk ik dat de richting om op te gaan, en daar hebben we recent in een aantal Europese kranten een stukje over gepubliceerd, ook in de NRC, is meer coördinatie tussen de ECB en andere politieke instituties. Die politieke instituties die moeten veel meer gaan zeggen, oké, dit is wat wij denken dat de doelstellingen van de EU zijn. Dat staat in het verdrag. Die moet de ECB ondersteunen. En dat is de richting waarin je denk ik enerzijds klimaatdoelstellingen kunt nastreven. Anderzijds wel op een stabiele democratische basis dat beleid vorm kunt geven. Nog wat gedetailleerder, afgelopen jaar met Rens van Tilburg van de Sustainable Finance Lab hebben we een heel concreet voorstel gedaan hoe dit nou moet met het klimaat. Wat wij zeggen is, je moet die leningen aan banken die de ECB nu verstrekt, de rente die banken daarop betalen, die moet je goedkoper maken als banken groen investeren. Dus in plaats van al de programma's die er nu zijn met hele goedkope leningen voor banken, moet je die veel selectiever inzetten. Goedkope leningen voor banken, maar alleen mits ze groen investeren. Nou, opnieuw, hoe beslis je dan wat wel of niet groen is? Daar is een instrument voor. Dus in de EU hebben ze de afgelopen jaren gewerkt aan de zogenaamde groene taxonomie. Dat is een lijst en die gaat voor de belangrijkste sectoren van de EU vaststellen wat geldt als een groene investering. Dus hoe energie-efficiënt moet je staal produceren? Hoe energie-efficiënt moet een huis zijn? Welke sectoren, welke energievormen passen wel in de toekomst van de EU, welke niet? En die lijst die dus democratisch besloten is in de EU, waar dus zowel de lidstaten mee ingestemd hebben als het Europees Parlement, die zou de basis kunnen zijn voor zo'n programma van de ECB, waarmee je zegt, je krijgt goedkope leningen, maar alleen als je kredieten verstrekt in overeenstemming met die groene taxonomie. Op eenzelfde manier zou je ook kunnen kijken in het bankentoezicht. Banken moeten kapitaal aanhouden tegen risico's. Dat vinden ze vervelend. Misschien zou je die wat lager kunnen maken als ze inderdaad lenen in overeenstemming met die groene taxonomie. Okay, dus dit zijn een beetje de voorstellen van dingen die de ECB eigenlijk vandaag al zou kunnen doen, waar de Europese politiek al richting heeft gekozen. Maar wij denken dus ook dat het wat heel wenselijk zou zijn als ook de Europese parlement en de raad wat meer richting zouden geven. Dus de raad van ministers, de ministers van de lidstaten, die komen
allemaal bijeen om het EU-beleid te maken. En die kunnen ook hebben de competentie om veel meer de richting van het EU-beleid uit te zetten. Dus een globale richtsnoer waarin zij uitzeggen, dit is het EU-beleid, bijvoorbeeld klimaat, en dit is waar de ECB moet doen. Hetzelfde geldt voor het Europese parlement. Dus de directeur van de ECB, Christine Lagarde, die komt een aantal keer per jaar naar het Europese parlement en antwoordt zijn vragen. En wij denken dat het Europese parlement in die context ook veel meer zou kunnen zeggen van wat moet de ECB nou doen? Hoe moet het die klimaatdoelstellingen bereiken? En opnieuw daar heb je dus uiteindelijk een politieke beslissing en niet de ECB die alles bepaalt. Okay. Dus kort samen te vatten, ik denk de ECB moet meer doen, maar dat is niet vanzelfsprekend. En het is in gegeven ook de hele beperkte rol die oorspronkelijk toegedacht is, niet wenselijk dat ze dat in hun eentje allemaal gaan beslissen. En daarom is dus de echte uitdaging om monetair te maken, beleid te maken wat echt gerichte investering heeft, dus niet één rente, maar echt nadenkt over waar moet al dat geld, dat supermachtige instrument van de geldschepping, daarvoor gebruikt worden. En dat doet op een manier die voldoende democratisch is.